sneller. Even dit soort raar object even scannen. Ja, dan kan hij ook. Ja. Ja, nee, is veilig. Ja. Hé, hey, nog zo'n raar apparaat. Wat is dit? Kun je een snoepje pakken? Je bent gescand. Mijn naam is Marielle Verburg, ik ben van NSGK voor het gehandicapte kind. We zijn de initiatiefnemer van Festival 5D. Is dit de eerste keer dat dit wordt georganiseerd? Dat klopt, dit is de eerste keer dat Festival 5D wordt georganiseerd. Dat is ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van NSGK. NSGK, de Stichting voor het Gehandicapte Kind, had als droom om een festival te organiseren waar mensen met en zonder handicap terecht kunnen. Want er zijn natuurlijk heel veel gewone festivals, zou ik maar zeggen. Heel leuk, maar daar kunnen vaak mensen met een handicap niet terecht. En er zijn ook festivals speciaal voor mensen met een handicap, maar daar komen dan vaak alleen maar gehandicapten. Nou, wij wilden dus laten zien dat dat ook samen kan. Met een paar aanpassingen in je programma en een paar aanpassingen aan het terrein. Je ziet overal zijn hier van die hellingen voor rolstoelen en zo. Is het festival gewoon voor iedereen. Festival 5D is een festival voor de vijf zintuigen. Dus je kunt er niet alleen theater zien en muziek luisteren, maar er valt ook van alles te voelen, te ruiken en te proeven. Thank you.